Op dagen dat het Nederlands elftal speelde, kon je dat goed zien aan het verkeersbeeld. Het was ongelooflijk stil op straat. Toch is dat nog steeds een aardige fiets. Een enkele liefhebber in zijn 911 daar gelaten. En een enkele politieauto. Tankstation op. En de bemanning van die politieauto heeft de 911 gezien en gaat hem maar eens opwachten bij het pompstation. En al gauw komt hij daar voorbij. De achtervolging wordt ingezet, maar voorlopig nog met weinig resultaat. We draaien de snelweg op, maar we komen niet echt dichterbij. Bij onze auto is de koek op, maar bij de auto van onze voorligger nog lang niet. Het lijkt alsof wij rond de 100 rijden. Zo snel accelereert de auto bij ons weg. Overigens rijden we ver over de 200, maar dit terzijde. Dan verlaat de bestuurder heel sportief de autosnelweg. Dat was ook niet eerlijk. Nu kunnen we erbij komen. Stop uitgaan. Het duurt alles bij elkaar nog even, maar dan ziet de bestuurder het bekende bord. De bestuurder heeft zijn rijbewijs niet bij zich, maar hij woont dichtbij. Ja, ik kan er naartoe lopen. Ik kan er naartoe lopen. Dat is goed, maar dan wil ik even steun van de auto. Ja, dan wacht ik hier even. Oké. Terwijl de bestuurder zijn rijbewijs haalt, wordt de administratie alvast geregeld. Op deze avond ga je het hier niet rondrijden? Ja, blijkbaar wel. 120 toegestaan. En dan moet dus op de snelheid letten, want ik moet rijden terwijl het niet eens in zicht komt. Want je rijdt daar al. Je rijdt gewoon bij mij weg. Ik word steeds kleiner en ik rijd toch al, kijk, ik rijd toch al ver boven de 120. Kijk, je achterrijdje nog open. En nu loop ik al bijna de 190 echte kilometers. We pakken de pieksnelheid van, 100, van 220. Dan gaat de correctie af van 7 kilometer in uw voordeel 213. Waar u 120 mag rijden. Overschrijding van 93. Ik denk, nou, die jongens zijn vast voetbal kijken. En deze. Ja, ja, maar dan zal er helemaal geen politie meer van zijn. Maar jullie vinden voetbal niet belangrijk? Jawel, maar ja, onze baas die vond dat we ook moesten rijden. En dan komen ook nog mensen tegen de heel hard rijden. En dan, ja, een enkele keer kan dat dus een keer, denk je. Nou, ja. Okay. Nou, ik ga er verder niet op in. Ondanks alles, een prettige wedstrijd straks. Wel thuis. Ja, doei. Tot ziens. Okay.